Kan je uitleggen hoe de zoektocht van FC Dordrecht naar die nummer 10 is verlopen tot nu toe? Te beginnen bij Marcel van der Sloot, denk ik. Ja, het is algemeen bekend dat wij Marcel graag bij Dordt hadden gehouden. En we zoeken toch wel een dergelijk profiel. Wat aansluit bij hetgene wat Marcel bracht. Dus een nummer 10 die de spelmaker is op helft tegenstander. Maar die ook de spitsen kan bedienen. Kijk, Marcel had een bepaald beeld wat hij natuurlijk bij de Graafschap had. En dat kunnen we op dit moment niet invullen. Iedereen weet dat wij met een spelersbegroting van 6 ton werken. Ja, en dan is een bepaald budget. Zoals Lopez natuurlijk zijn wat duurder jongens en Van der Sloot ook. Ja, en dat kunnen wij op dit moment niet invullen. Ben jij de nieuwe nummer 10 van Dordt? Laat het hopen. Ja, daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Ze hebben me gebeld of ik mee wil trainen. Vanavond is wedstrijd gespeeld tegen Oost, tegen mijn oude clubje. Even afwachten, even elkaar overleggen, met elkaar een beetje praten. En dan zijn we afwachten. Wie ben jij? Patrick Lip. Ik ben 26 geworden, net. Ik kom 5 jaar bij Veendam voetbald, halfjaartje bij Os en halfjaartje bij Emmen. Ik heb altijd op 10 gespeeld, dat wel. Dus dat was het. Ja, Patrick Lip enerzijds heeft zich overgeschreven naar Gene Muiden en wilde deze week zijn ritme onderhouden. Anderzijds weet je maar nooit. We bekijken het. Deze wedstrijd heeft hij gespeeld en we zullen dat evalueren eerst. Wanneer komt de uitsluitsel over, denk je? Ja, daar is de club ook mee bezig. Marco Bogers in het bijzonder. Dat heeft uiteraard aandacht, hè, want die teampositie is voor ons elementair, is belangrijk. Ook daarin wordt het voetbalvermogen op helft tegenstander bepaald. Hè. Het kansen creëren waar ik het net over had. Dus het is wel belangrijk dat die er komt, maar dat moet wel een schot in de roos zijn. Dat moet de juiste speler zijn. Dus we moeten dat doordacht doen en we zijn daar mee bezig.